Goedenavond, dames en heren. Robin Polly hier. Ik ben 21 jaar oud, spelend bij FC Dordrecht. Ik woon zelf in Rotterdam-West, in Spangen. En vandaag neem ik jullie mee in mijn vlog. Hier begint het bij en ik neem jullie mee vandaag, of althans, ik neem jullie zo mee naar de privé-gym. Ik ga lekker even gymmen, core stability, wat buikspieroefeningen, wat bovenlichaam als het ware. En dit is mijn quarantainedag. Net nachttraining afgerond. Het was een lekkere training in de gym. Tot in de morgen. Dan neem ik jullie weer mee voor het joggen. Goedemorgen, Robin Polly hier weer. Het is 10:30. Ik ga lekker joggen. Inmiddels klaar met de joggen en nu lekker aan de slag in de gym. Lekker wat oefeningen, buikspier, core, optrekken. Gewoon weer lekker tegenaan. Jullie zien het. We kunnen er tegenaan in mijn eentje, in de privé-gym. Maar vertel Robin, hoe kom jij de voetballoze dagen door? Ja, heel moeilijk, want de eerste twee dagen denk ik, dan zie je het wel een beetje als vrij en dan denk je wel van, dit is dan wel even lekker rust. Maar dan op een gegeven moment gaat het wel in je knagen en dan denk je wel van, ik wil wel weer terug gewoon op het veld waar ik hoor te staan elke dag en gewoon mijn dingen laten doen en ja, ontwikkelen, lekker trainen, genieten van het spel. Dat mis ik nu wel en je hebt een bepaalde structuur wat je eigenlijk nu mist. Omdat je gewoon elke dag noodgedwongen bijna gewoon thuis moet gaan zitten. En dat is niet best. En een beetje vrije tijd. Videoland zag ik voorbij komen. Ja, dat wel. Wat kijk je? Heel veel series, films. Daarmee kan ik de tijd doden. Wat zijn een beetje de series die je kijkt? Op Videoland kijk ik Blacklist en Mokromafia. En op Netflix ben ik, als het goed is, klaar net met Comora, een Italiaanse serie. Ik wacht nu op Sunderland en La Casa de Papel. Dus dat zijn wel die series waar ik naar uitkijk. Kijk eens aan, maar kijk je ook een beetje, ik hoor jou Sunderland zeggen, kijk je wel meer van die voetbaldocumentaires of iets dergelijks? Ja. Zoals? Ik heb trouwens ook een Amazon. Daar heb ik pas geleden ook deze week Manchester City uitgekeken, keek de serie van Braziliaanse elftal tijdens de Copa America. Heb ik nog volgens mij Frankrijk ook gekeken tijdens het WK. En dat is wel allemaal dingen waar je nu achter, eigenlijk achter, hier kom je eigenlijk nu pas achter. En dan kijk je naar zulke series en ja, dat is wel voor mij ook heel leerzaam. Want dat is wel iets, een toppunt wat jij zelf ook wil bereiken in je carrière. Dus daarmee doe ik mezelf ook lekker goede kennis mee. Maar ik hoor een kenner qua sportdocumentaires. Welke moeten we zien volgens jou? Wat is echt een aanrader? Ik zou zeggen Manchester City. Die is ook die is ook langdurig. 8 afleveringen. En dat is gewoon echt heel het seizoen dat je ziet van hoe City eigenlijk vanaf het begin af aan met de aankopen die ze hebben gedaan, specifiek hebben gedaan. En hoe zij met de ups en downs gewoon ja, recordkampioen zijn geworden ook. En het is wel mooi, want je ziet de spelers in hun emotie na een gewonnen wedstrijd, na een verloren wedstrijd. Je ziet bepaalde individuele spelers met een zware tegenslag, zoals blessures. En ja, dat zie je wel allemaal terug in jezelf ook. Alleen dat is wel het hoogste niveau, maar het is wel allemaal hetzelfde met emotie en alles. Qua voetbal en alles, dus het allemaal gewoon die beleving. Ja, dat is wel echt op en top en mooi om te zien ook.